Dit is mijn oudste dochter Andrea, dit is mijn jongste dochter Lisa. En dit is hun beste vriendin Jana. En die hebben natuurlijk een fantastische tijd hier. Die zijn hier geboren. Zij zijn echte ruigorders. Lisa, de navelstreng, die ligt onder de perenboom begraven. En dat... Heb ik niet mogen zeggen? Het is niet zo. Het is wel zo. Nou ja, het is de navelstreng van Elsinore natuurlijk. Maar... Onder de perenboom begraven. Onder de perenboom begraven. Dat is een oud gebruik. Als je dat doet, dan kom je op een gegeven moment altijd weer terug naar, naar de plek waar je geboren bent. Het verhaal van Ruigeoord begint in de jaren 60, als de economie bloeit en de bomen tot in de hemel lijken te groeien. In Amsterdam is Joop den Uyl wethouder van economische zaken. De overtuiging dat Amsterdam economisch nieuwe impulsen nodig heeft. Hij droomt van de vooruitgang. In het westelijk havengebied wil Amsterdam petrochemische industrie vestigen, een eigen Pernis. En Amsterdam laat het oog vallen op de gemeente Haarlemmerlieden. Het ingepolderde land rond het dorpje Ruigeoord. Amsterdam koopt in de hele polder gebieden op. Landbouwgronden worden opgespoten met zand. Eindeloze hoeveelheden zand. Ruigeoord. Voor de inpoldering een eiland, wordt opnieuw een eiland. Nu in een zee van zand. Honderden dorpelingen worden gedwongen om te verhuizen naar de nieuwbouwwijken van Sparendam. Hun oorspronkelijke woningjes gaan tegen de vlakte. Totdat kunstenaars uit Amsterdam als krakers bezit nemen van de huisjes. De schrijvers Gerben Hellinga en Hans Plomp behoren tot 's lands eerste krakers. In Ruigeoord. Ik wist dat helemaal niet, maar ik ontdekte dat de staat dus werkelijk ook een brute machine kan zijn. En een vernietigingsmachine kan zijn. En gewoon doet koet, doorzet, wat, het zal gebeuren. Mensen moeten hun huis uit. Ik heb meegemaakt dat hier bijvoorbeeld stonden daar verderop, daar stonden fantastische oude 19e eeuwse boerderijen. Van hout, met gereedschap, nog uit de vorige eeuw. Werkelijk, een droom. Leeg. En toen hadden wij hier de boel gekraakt. En die zijn toen aangestoken door grondwerken. Omdat ze doodsbang waren dat die gekraakt zouden worden. Aangestoken. In brand gestoken. Compleet in brand gestoken. En dat was nu een museum geweest. Je merkt ook wel aan de haat die veel mensen in de polder voelen. Ook jegens Amsterdam en... Ja, dat er hier heel veel pijn gedaan is gewoon. Het is toch niet een alledaagse zaak dat er een dorp van de kaart geveegd wordt. Als het in de Amazone gebeurt met het Indianendorp, dat voor industrie moet wijken, dan weet de hele wereld dat. En hier is dat eigenlijk met stille trom zomaar gebeurd. Bijna.
De pastoor was een gebroken man. Die heeft hier 25 jaar, geloof ik, met zijn huishoudster in de pastorie gewoond. En leefde van de opbrengst van de collectes. Alles is onder zijn kont vandaan verkocht. Zijn kerk, zijn pastorie, zijn leven met de huishoudster, waarmee hij verknocht was, werd vernietigd. Zij moest naar een vrouwenklooster, hij naar een mannenklooster. Hij leefde van een paar tientjes in de week, wat de mensen uit het dorp hem nog gaven. Hoe is het met deze pastoor afgelopen? Nou, hij is vrij snel eraan gestorven en zij is gek geworden, als ik het goed begrepen heb. Bijna 20 jaar na de verminking van Ruigoord ligt het dorp nog altijd in een zee van zand. Hoewel, de woestijn is een rietakker geworden. En het dorpje een vrijstaat. Dat de Amsterdamse uitbreidingsplannen vastliepen in het zand lag aan de recessie van het eind van de jaren 70, maar ook aan de onverzettelijkheid van de burgemeester van Haarlemmerlieden, waaronder Ruigoord valt, Frank IJsselmuiden. Hij ziet eruit als een wat saaie bestuurder, maar hij heeft zich bijna 20 jaar lang tot het uiterste verzet tegen de opheffing van Ruigoord. In 1973 werd hij benoemd door de toenmalige commissaris der Koningin in Noord-Holland, Kranenburg. Niet zozeer om de gemeente te besturen, maar veel meer om haar ten grave te dragen. Ja, de opspuitingen waren aan de gang. De afbraak van Ruigoord was in volle gang. En men had plannen om over de machineweg heen, het huidige recreatiegebied Sparenwoude, vol te gaan spuiten. De contracten waren gesloten, ontgonningsvergunningen waren verleend. De raad, de provincie dan, hè, de raad van Amsterdam had kredieten in behandeling. En dat was de situatie op 1 februari 1973. Ja. Was dat opspuiten van het gebied legaal? Dat was illegaal. Was illegaal? Ja. Maar ik moet u zeggen, toen in 1973 heeft de raad van Amsterdam, of de gemeentebestuur van Amsterdam, nog geprobeerd om toch door te gaan spuiten. Daarvan hebben we op een gegeven moment gezegd, van als je dat doet, dan leggen we onmiddellijk, hebben we ook tegen die aannemer gezegd, leggen we onmiddellijk het werk stil, we nemen alles in beslag. Al moet ik, moet ik een hele ME-peloton, en dat had ik ook gedaan, hoor. En toen dachten wij, toen dat eerste, die eerste overwinning behaald was voor het gebied waar men verder wilde spuiten en wat dus gestopt is en wat we gewonnen hebben. En toen hebben we de volgende stap gemaakt en we zeggen, nou ja, laten we dan ook nog proberen het gebied wat nu nog onbenut is en wat inmiddels zich heeft ontwikkeld tot een heel belangwekkend natuurgebied. Laten we eens kijken of we daar die bestemming niet blijvend aan kunnen geven. Bijna 20 jaar hield Haarlemmerlieden Amsterdam op een afstand. Een juridisch gevecht. En midden in het schootsveld ligt Ruigoord, het gekraakte dorp. Zo zag het er ooit uit. En op de puinhopen van deze rijtjeshuizen is nu een andere samenleving ontstaan. Hans Gritter en Elsenoor Schoonhoven, kunstschilder en psychologe, kochten een oud schoollokaal en maakten er een huis annex atelier van. Mignon Omoroka, dichteres en buikdanseres, woont zo. Fons en Leni Bakker, al 30 jaar in Ruigoord, durfden het 5 jaar geleden aan om ondanks alle onzekerheid een nieuw huis te bouwen. Niels Hamel, kunstschilder, decorontwerper, wordt in het dorp voornamelijk te paard aangetroffen. Gea Schoenmakers is goudsmid. Met dochtertje Chandra woont ze aan de rand van Ruigoord, als in een huisje in de duinen. Jan Roede en Winnie van der Zwaag doen in Ruigoord zo'n beetje alle technische klusjes. Hun tuin is een bezienswaardigheid. Gerben Hellinga woont met Ginny in het voormalige dorpscafé. Joke Slegers, administratief medewerkster, woont al 15 jaar in Ruigoord. Dit huisje bouwden ze 2 jaar geleden. Sjaak Snijder, taxichauffeur in Amsterdam, woont met Leunie al 25 jaar in het dorp. Hij zegt een hekel te hebben aan de krakers. Wilna, schilderes, woont met de rug naar het dorp. Ze heeft het mooiste uitzicht van allemaal. Ik vind hier een lekker rustig leven. Het is nergens. Enige plek in Europa. Ja? Ja, dat kun je even muizen gaan nemen. Deze plek moeten we rustig houden. Is uniek. Die is echt uniek. Dat kun je zeker. Je kan alles doen hier. Vrijheid, blijheid. Je kan je ontspannen, je kan alles doen hier. Ik heb een prachtige mooie tuin daar. Helemaal zelf, helemaal ontwikkeld een beetje.
Maar voor de rest... Mooi knappe vrouw, zeg. Ja, dat is een cameravrouw. Oh, een heel mooie vrouw. Ja? Maar ik heb het best nog eens in hier. Zomeravond, Ruigoord. Betoverd eiland. Ruisend, krakend, kwakend, huilend eiland. Met gesloten ogen sta ik op het kruispunt. Vage stank van stad verdwijnt onder de geur van vlier en lindenbloesem als een lijk onder de sneeuw. Tante Jans vertelt hoe ze haar klompje vulde uit de sloot wanneer ze dorst had. Minder dan één mensenleven terug kwam er een einde aan miljoenen jaren schone aarde. Eensklaps ritselt de wind. Een duif koert en een hond blaft in de verte. Alles ademt geluk. Als in transe sta ik onder de oude iepen. Maar Ruigoord is een aflopende zaak. Ondanks alle vindingrijkheid heeft burgemeester IJsselmuiden niet kunnen voorkomen dat het gebied toch een bedrijfsbestemming heeft gekregen. Zijn tegenspeler, de Amsterdamse wethouder Saris, GroenLinks, vorig jaar op bezoek in Ruigoord, oordeelde zo. Dit gebied is vooral leuk door zijn rommeligheid. Maar er kan veel meer gebeuren hier. En we hebben zo'n duidelijke grote behoefte aan uitbreiding van bedrijfsterreinen. Gewoon pure bedrijfsterreinen. Dat we ons niet kunnen permitteren om zo dicht bij de stad hele ongebruikte stukken te hebben liggen. Als je groen links, groen, dat is niet groen, betekent dat er een grens aan de groei is. Dat je bent voor een krimp-economie. Dat is groen. Dus dat is gelogen. GroenLinks. Die lui zijn misschien wel links, maar ze zijn niet groen. Als je hier bedrijfsgebied van maakt, kan het volgens de wet geen woongebied tegelijkertijd ook zijn, want dat sluit elkaar uit. Dus Ruigoord zal van de kaart verdwijnen? Het Ruigoord zoals je dit nu kent, dat zal van de kaart verdwijnen. Die weet daar ook om net kijken. Dus het dorpje verdwijnt? Ja. Kijk, het lijkt mij buitengewoon slecht wonen als er hier vlak naast een haven is. Met het lawaai van dien, met het verkeer van dien. Dat is natuurlijk niet combineerbaar. Dit gebied had industriegebied moeten worden en is natuurgebied geworden. Je vindt hier nu bloemen, planten, vogels die je verder in Nederland nergens meer ziet. Er groeit hier een soort orchidee die alleen in Limburg nog voorkomt en daar staan er ijzeren hekken omheen. Ik vind het belang van een uitbreiding van de Amsterdamse haven toch zo zwaar wegen dat ik denk dat, ondanks het feit dat ik dit mooi vind en ik deze mensen hun plek onder de zon gun, vind dat het plaats zal moeten maken voordat andere belang zal moeten wijken. U moet niet vergeten dat het hele Noordzeekanaal zelf, kunstmatig gegraven, het onderhoud wat nu ook en de verbeteringen die nu aan de sluizen in IJmuiden plaatsvinden. Het Amsterdam-Rijnkanaal dat recent toch helemaal geschikt is gemaakt voor de vierbak stuwvaart. De werken die nu aan de Oranjesluizen gebeuren. Dat is natuurlijk een miljarden infrastructuur die de Nederlandse samenleving toch niet voor niets hier heeft aangelegd. Ruigoord. Nu nog een landelijk dorp gelegen in een ongerept natuurgebied in het Hollandse polderlandschap zal volgens de Amsterdamse plannenmakers binnen enkele jaren zijn gelegen aan een nieuw te graven haven en omringd zijn door kantoren, loodsen, opslagplaatsen, fabrieksgebouwen, vuilstorten, containers, verbrandingsinstallaties, ertsbergen en olieopslagtanks. En daar kunnen we als ambtenaren daar in Amsterdam helemaal dromen van zwaar verontreinigde industrie. Het is al raar dat je dat doet, hè? In 1992, want in feite zou je voorop moeten lopen als je een progressief ambtelijk apparaat had. Juist om een schone modelhaven, bij wijze van spreken, van te maken. Alleen als u tegen mij zegt, ja, de huidige charme van het dorp is ook zijn omgeving, dan moet ik u toegeven dat dat zal veranderen. Maar dat heeft de kroon gewild. En nogmaals, ook de mensen in Ruigoord kunnen hun visie nog steeds, en dat heb ik ze ook gezegd hoor, in de kroon
nou ja, aandacht voor vragen. Wonen in dat gebied is er niet meer bij. Hè? Jawel. Ja, niet in het dorpje Ruigoord. Maar dat is al heel erg lang geleden door Amsterdams en de meeste huizen al opgekocht. Een 20, 25 jaar geleden. Een groot gedeelte van die woningen, enige zijn dan geloof ik in eigendom, maar het overgedeelte van die woningen heeft dus eigenlijk al in der tijd, doordat zij opgekocht konden worden, ook die bestemming gekregen van ja, langzamerhand zal dat hier dus plaats moeten maken voor die andere bestemming, die werkgelegenheidsbestemming. Ja. Ik denk ook dat we in alle eerlijkheid moeten zeggen, wat goed is voor Amsterdam is denk ik ook goed voor Haarlemmerlieden. Dat moet geen groot verschil maken. Het vrijstaatje Ruigoord bestaat al zo'n 20 jaar bij de gratie van dit soort geruzie tussen Amsterdam en Haarlemmerlieden. Hoe kijken oud-Ruigoorders naar de alternatieve dorpsgemeenschap? We nemen Anna en Piet Gorter mee terug naar het dorp dat ze 20 jaar geleden onder druk verlieten. Nou, dat is voor lang hier die eigenlijk doen, voor de paarden. Hoe is het om terug te zijn? Troep. Ik vind het maar een troep geworden. Het is lang niet meer zoals toen we hier woonden, maar er was alles zo verzorgd. Ja, jammer. Allemaal even netjes straatjes geveegd, veilingjes geknipt. Goed zo. Ze gaan op bezoek bij tante Jans en ome Jaap, hun voormalige buren. Ja, dat is een tijd geleden, hoor. Ja, dat is een tijd geleden, ja. Ja, dat is heel jammer. En dit was je winkeltje, tante Jans. Ja. En we konden bij tante Jans altijd terecht, al was het 's nachts. Altijd kon je bellen. Ja, hier staat. Wat komt er nou boven bij u? Tante Jans zo ziet zitten, dan denk ik, ik zou nog wel eens een paar gasfrisjes aan willen sluiten voor je. En even wegslepen voor je. Ja, ja, dat was toch zo, hè? Ja, op zijn bakfiets maken, ja. Hè? Bandje lappen. En rijden, de polder in. Ja. Ja. Nee, nee. Maar ik zou niet terug willen nu. Nee? Nee. Nee. Niet zoals het nou is. Ik vind het zo ruig, onverzoenlijk, niet verzorgd. Het ziet er helemaal niet naar uit. Zo'n ruige bende. Het gehucht Ruigoord doet die naam nu inderdaad meer eer aan dan vroeger. Als een dorpje in de wildernis. Vluchtplaats voor wie een beetje rust zoekt. De afdeling bouw- en woningtoezicht komt er niet langs. Er mag veel, heel veel. Iedereen houdt wel koeien, of paarden, of ganzen, of kippen. En er wordt geschilderd en gemusiceerd. Voormalige dorpskerk is er op menige avond een instuif. Een paradiso in het klein. Waar maak je dat in een dorp in Nederland mee? Dat je van die leuke takkenbossen hebt, zoals in een dorp in Frankrijk, waar je je moestuin even kunt laten verwilderen zonder dat je meteen gedwongen wordt door je buren om het netjes te onderhouden en zo. En waar je een vuurtje kunt stoken op een veldje zonder dat er meteen mensen, politie bij komt en iedereen gaat zeggen van dat mag niet. Hè, want in Nederland mag er eigenlijk haast niks. Moet je nou kijken. Ja, je krijgt toch, je zou toch wat doen als je dat ziet. Kijk, hier is nou dat hek dat ik verzet heb. Dat heb ik toen helemaal in de beton gestort, dat die auto er goed in kon komen. Maar wat zie je nou? Wat een bende, jongen. En dat is nou vanavond feest in de kerk. Ja. Kijk, als wij hadden gedaan wat de polder hier wilde, dan was het een prachtige plak asfaltstraat en de bomen waren keurig gesnoeid. En de tegeltjes waren recht en de tuinen, daar groeide geen onkruid in en... Oké, er zijn ook mensen die dat mooi vinden. Maar die hebben het hele land om dat te zien. En dit hele kleine plekje. Nou, het is te gek als wij een beetje hier kunnen doen en laten zoals ons dat bevalt. Dit was nog kerkenlandje. Ja. Dit stukje.
En ze bouwen maar uit, ze slechten shit. Oh, mijn lieve mens. De heer en mevrouw Gorter bewegen zich zichtbaar aangeslagen door het dorp. Hun zoon, Harry, woont in Ruigewoord. Hij kon niet zonder. Hij zegt dat de twee groepen, oorspronkelijke inwoners en krakers, naar elkaar zijn toegegroeid. De burgers die hier woonden zijn een klein beetje krakers geworden. Ja, een beetje. Een beetje verkraakt. Een beetje verkraakt. En de krakers zijn een beetje verburgerd. Kruisboeren, kom naar buiten met de grote trom, met de kleine. Een harmonie die niet door iedereen zo wordt ervaren. Taxichauffeur Jacques Snijder ziet zijn buren liever gaan dan komen. Na 700 jaar in het Edo-Brabants land. Het functioneert gewoon niet, joh. Hoe bedoelt u? Nou, het is een heel ander slag volk. Harbalorifa, de hertog, ze breken meer af dan het dat ze opbouwen. En zo zit het. Zo simpel is life. En ik laat me eigenlijk niet om te boven lopen, door niemand niet. Zo simpel is dat. Ja, die krakers, dat zijn inmiddels toch ook, laten we zeggen, een beetje burgerlijke mensen geworden die hun kinderen opvoeden. Een rustig leventje leiden? Ja, kijk, er zien een paar van die rode portretten bij lopen. Die gaan nou toevallig naar school toe, maar ze hebben oudere broertjes. Ze zijn zo 5, 6 jaar niet naar school toe geweest. Het oudste zusje, het oudste broertje ervan, dat heb helemaal gelagen school gehad. Noem je dat gewoon dan? Wij ook zo je kinderen opvoeden. Een eenzame dissonant in Ruigewoord, dat weer een dorp is geworden. Ook kinderen van de krakers keren er terug en bouwen hun eigen hutjes. Uiteindelijk komen ze toch weer terug naar dat wat hartstikke goed was, ja. Veel van de echtparen die scheiden, blijven in Ruigewoord wonen. Men scheidt, men bouwt een huisje in de tuin. En de kinderen, die kunnen gewoon bij hun ouders blijven komen. Dat is waanzinnig. Eén dorp, twee werelden. Bas de Wit, kraanmachinist, werd door zijn artistieke buren uitgenodigd om voor 3 maanden mee te gaan, helemaal naar India. Ja, dat is allemaal wel leuk en aardig, maar ik moet s'ochtends om 6:30 mijn bed uit. Dan moet ik naar mijn baas om een snijtje brood te verdienen. En dan kan ik daar natuurlijk wel naar India gaan, maar dan komt daar natuurlijk niks meer van terecht. Maar hij mag zijn dorpsgenoten. Ik kan het er goed mee hebben. Ik kan het trouwens met iedereen goed hebben. Ik heb met geen mens geen ruzie. Het blijkt dus als mensen zelf verantwoordelijkheid hebben, dat het dan best wel goed gaat, die samenleving. Ik wil niet zeggen dat wij geen moeilijkheden hebben gehad. We hebben af en toe vreselijke spanningen gehad met elkaar. Ik heb met al mijn buren, en heus niet alleen met de autochtonen, met mensen die hier al woonden of zo, en die in het begin tegen de krakers waren en zo, heb ik moeilijkheden gehad. Maar met Wilna, met Gerbert, iedereen heb ik ruzie gehad. En iedereen heeft met iedereen conflict en ruzie gehad. Dat is toch heel normaal in het leven. Maar zeg maar, het goede hiervan is dat het toch een soort, zeg maar, met alle bewoners van het dorp, hè, is het toch een familie. De Amsterdamse wethouder Jeroen Saris heeft voor die familie slecht nieuws. Je moet dicht bij een stad, moet je nou één keer bedrijfsterreinen hebben. Moeten mensen kunnen werken. We hebben een zo gigantische werkloosheid in die stad. Dan moet je een economische ontwikkeling inhouden. En dan is het vanuit dat oogpunt gezien zonde om heel dicht bij de stad zo weinig intensief gebruikte gebieden te hebben. Het is gewoon als een kanker die zich over dit prachtige land verspreidt. En dat is natuurlijk, ja, dan kun je wel zeggen, ja, het moet, maar ja. Je kunt ook zeggen, je moet ergens stoppen. Ja. En misschien is dit het punt waar gestopt moet worden. Vage stank van stad verdwijnt onder de geur van vlier en lindenbloesem als een lijk onder de sneeuw. Tante Jans vertelt hoe ze haar klompje vulde om te drinken uit de sloot. Minder dan 1 mensenleven terug kwam er een einde aan miljoenen jaren schone aarde. Plotseling fluistert de wind. Een duif koert en zachtjes loeit een koe. Alles ademt geluk. Als in transe sta ik onder de oude iepen. Het kruispunt. U hebt altijd gevochten voor het behoud van Ruigewoord. Voelde dit nou als een nederlaag? Een beetje verloren? Ik heb in 88, toen het bestemmingsplan wat we toen gemaakt hadden, wat voorzag in een ruige recreatieve bestemming met een accent op het huidige functioneren van Ruigewoord, dat KB hebben wij verloren en dat heb ik als een verlies beschouwd. En de consequenties hebben we mee te leven. En je moet ook je verlies kunnen pakken.
Het dorp Ruigeoord heeft een ontwikkelingen gekend vanaf de droogmaking van de Hardrakpolder. Het is een agrarische gemeenschap geweest. Het is een oud eiland al in de middeleeuwen. En daarvoor, in het IJ. Ja, het wordt nu misschien weer een eiland, maar dan weer op een andere manier in een industriegebied.